Ja, kijken op basis van de nodige data, wat denken mensen? Wat leeft er het meest bij de mensen? Dus op basis van dat onderzoek blijkt dat bij de Vlamingen op één staat het gebrek aan respect en fatsoen voor elkaar in de samenleving. Een onderzoek dat we vorig jaar hebben gedaan en ook een reden waarom dat we vorig jaar gezegd hebben we willen aan een traject starten waarbij wij als partij respect opnieuw in de samenleving willen krijgen en daar een gans jaar ook een traject mee willen bewandelen. Dat hebben we gedaan met het congres, eerst trouwens ook met de nieuwjaarsspeech, dan het congres en dan een gans traject waarin dat we de waarde respect naar ons toe hebben getrokken. Andere thema's die ook leven, de tweede plaats stond toen ook al oorlogen en conflicten in de wereld, conflicten die er zeker waren in Oekraïne en Rusland, die leefden toen al. En die hebben ervoor gezorgd dat ook dat hoog op de agenda.